ik hoefde maar zo te doen. En er stond een Mercedes voor me klaar, een Sport Mercedes. Ze brachten me overal naartoe. Die vrouwen die voor mij werkten. Ik had alle macht. En toch was je eigenlijk in feite, je was niets. Je was een hulpbehoevend mens. Toch ben je op een gegeven moment met het evangelie in aanraking gekomen, hè? Is dat in die periode gebeurd? Ja, dat is gebeurd. Dat ik kwam in een legerzaal terecht. En daar sprak een vrouw haar getuigenis. Die gaf haar getuigenis in het leger des Heils of zo? Nou, het Kruisleger heette het. In de Koningsstraat, heel mooi, vlak bij de Nieuwmarkt. Dat was het werkterrein van mij. De kop Amsterdam. Van de Zeedijk in Amsterdam. De kop van de Zeedijk en de hele Zeedijk. En was toen heel anders dan nu. Maar dat was mijn hele verblijf. Dat was mijn hoofdkantoor. Dat zat daar allemaal. Daar opereerde ik. Daar werkte ik met de mensen. Maar daar kwam ik terecht en daar vertelde die vrouw over een vriend, die altijd nabij stond en waar je altijd op kon rekenen. Nou, en dat was iets, want ook in dat wereldje heb je vrienden. Maar vrienden gaan tot zover mee en dat kunnen ze ook niet. Ze kunnen niet verder mee. Op een gegeven moment, je komt ergens allemaal alleen te staan, hoe dan ook. En toen werd ik jaloers op die vrouw. En door die jaloersheid ontstond er een haat. En terwijl ik daar nog even zit, achter op de laatste stoel altijd. Ze zeggen wel, op de laatste stoel zit de duivel. Maar zat ik daar en dan komt die vrouw, die komt van het podium af, platform af. En ze komt naar me toe en vroeg of ik Jezus kende. Kijk, dan komt de hele herinnering van vroeger. Alles komt helemaal kerstvers. Ik wist heel goed wie zij bedoelde. En als het ware, ja, verscheen van mij ook als het ware God in zijn, door haar heen eigenlijk. Kijk, en toen had ik verloren. Dat is het belangrijke. Door de hele... Alles heen, die hele lijn die erin zit. Ik wou nooit verliezen, ik mocht nooit verliezen, ik kon niet verliezen. Maar ik had al verloren. En dat was die haat die daar, dus tegenover, niet die vrouw zelf, maar tegenover mezelf eigenlijk. Ik zei, nou, ik wil dood. Ik wil sterven. En toen denk ik, nou krijg ik een mooie bijbeltekst naar mijn oren en daar ga je. Hè? Toen zei ze, daar is de Zondheidbank. Wat let je, echte Amsterdamse, wat let je. En we zijn samen naar de Zondheidpark gelopen. Ik ben daar niet neergeknield, ik heb mijn handen niet gevallen. Ik ben daar neergevallen. Wat gebeurde er toen? Weet ik niet. Iets gebeurde met mij. Het is een prachtig lied, er staat in de rode kloof. Iets gebeurde met mij, maar... Er gebeurde iets met mij en... Ik kan het niet onder woorden brengen. Ik kan het niet in beeld laten brengen. Ik kan het niet kwijt. Ik weet één ding, er is iets gebeurd. God is in mijn leven gekomen. Ik heb God uitgedaagd. Hij heeft zich bewezen dat hij bestond, dat hij waar is. Ik geloof ook niet. Ik weet dat God bestaat. Ik weet dat er een Jezus is die op het kruis van Golgotha voor mij is gestorven. Heeft die periode geduurd dat je weer terugviel in de drank? Het duurde ongeveer 3 jaar. Het is, was een verschrikking die 3 jaar dat ik gehoord had van het evangelie. Je hebt ervan geproefd als het ware, zou ik dat zeggen. En dan ben je zoekende. En ik zakte steeds dieper weg. En toen hoorde ik op een gegeven moment dat er een samenkomst was van het Leger des Heils in Krasnopolski. Bij het Goede Vrijdag, of op Goede Vrijdag. En dat heette dan de Dag bij het Kruis. En dat betekent dat de dag bij het kruis, dat Jezus is gestorven voor de zonde van de ganse wereld. En daar ben ik naartoe gegaan. En ik kwam daar die zaal binnen, het was in de grote zaal van het Krasnopolski. En er zaten 1000 mensen. En toen ik daar binnenkwam, dan, ja, er werkte zo op mijn gemoed. Want dat is waar ik naar zocht. Ik proefde het, hier moet ik zijn. En toen ging die man spreken. En hij had het over hier bij de bron, van het bezielend vuur, hier bij de bron van het heilig uur. En hij had het erover als je kon Jezus aannemen, maar je kon ook bij vernieuwing. En misschien is hier iemand, zei hij, dat die Jezus wil aannemen. En bij vernieuwing, of die Jezus heeft aangenomen. En dat was voor mij. Ik voelde me zo aangesproken. Maar ik denk, al die mensen hier, dat kan ik nooit. Dat kan ik nooit. Maar ik ben naar voren gegaan. En die hele lange weg over die rode loper heen, al die ogen op mij gericht. En het was een hele lange weg voor mij. Het was niet zo lang natuurlijk, maar in mijn ogen. En ik ben daar neergeknield bij die zondagsbank. En toen kwam er een man van het podium af en die knielde naast me neer. En die legde de hand om mij heen. En ik dacht, nu gaat hij met mij bidden. En die kijkt me aan en zegt, broer, maak jij het maar alleen met God in orde.
En in een flits ging er om me heen. Die man weet helemaal niet wie ik ben. Ik ken hem niet. Hoe kan hij het tegen mijn broer zeggen? Maar dat was zo geweldig. Dus dat was voor mij een bevestiging. God wou me nog accepteren. En ik hoorde bij God, maar ik had hem de rug toegekeerd. En toen heb ik het met God alleen in orde moeten maken. En daar ben ik vrij geworden. Daar gebeurde zo geweldig iets in mij dat ik werd helemaal vrij. En dat is zo gebleven? En dat is zo gebleven. Hoe lang al? 21 jaar. Voor een alcoholist en iemand die zo veel meegemaakt heeft als jij, klinkt het allemaal misschien wat makkelijk. Hè? Je komt tot bekering en het is allemaal voorbij. Kon je nou makkelijk loskomen van je verleden? Nou, nee. Ik dacht wel dat het nou allemaal gebeurd was. Maar ik was de Bijbel aan het lezen. En toen las ik in de Bijbel dat die bid om de Heilige Geest al kracht ontvangen. Toen dacht ik, dat is het. Dat heb ik gemist, want ik was teruggevallen. Ik was tot God gekomen. En toch weer. Ik begreep het allemaal niet. Ik miste iets. En steeds dat verleden speelde dan iedere keer een grote rol. En toen heb ik ben ik ook gaan bidden en ik heb die kracht heb ik ontvangen. En toen heb ik gemerkt, door de kracht, dus de Heilige Geest, die hielp mij. Want in Christus ben ik een nieuwe schepping, een nieuw leven heb ik ontvangen. Dus, en dat ging vrij goed. Maar er was toch nog wel wat in mijn leven waar iedere keer weer knaagde. En hoe meer ik met God bezig was, er was een behoud voor mij geweest natuurlijk. Ledigheid, zegt de Bijbel, is dat was ook zo erg. Maar ik was bezig met de dingen van de Heer. Ik vertelde aan de mensen over de Heer. Ik vertelde van wat God in mijn leven gedaan en wat God ook voor andere mensen wou doen. En ik heb ook heel veel mensen daarmee mogen helpen. Maar er knaagde altijd nog iets in mijn leven. En dat had ik aan niemand verteld. Aan niemand heb ik het verteld, ook niet aan mijn vrouw, aan niemand. Maar altijd als wij liederen zongen in de samenkomst, of dan over het kruis, over het bloed van Jezus, dan begon mijn geweten te spreken. En dat geweten begon te spreken namelijk over, ik had iets gedaan in Indonesië. Ik ben in Indonesië geweest en daar had ik iets gedaan persoonlijk. Je was daar als militair, hè? Ik was daar als militair. Maar ik heb daar iemand iets aangedaan. En dat knaagde aan mijn geweten. Wat bedoel je? Nou, ik heb iemand dus zoiets aangedaan dat hij zijn leven erbij verloren heeft, laat het zo zeggen. En dat bleef altijd aan mijn geweten knagen. En daar heb ik het moeilijk mee. Ik kreeg een reis aangeboden, een paar keer eigenlijk, met mijn vrouw om naar Indonesië te gaan. En ik weigerde dat, ik had er geen zin in. Ik ben een avontuur, kun je wel zeggen, ook wel. Natuurlijk, door alles heen speelde dat wel een grote rol. Maar ik weigerde. Maar zij wist ook niet waarom. Ik had het aan niemand verteld, durfde ook aan niemand te vertellen. En toen op een gegeven moment zijn we toch naar Indonesië gegaan. Toen heb ik gezegd, oké, tegen God, tegen niemand anders. Ik ga naar Indonesië, ik ga naartoe, maar dan wil ik wat goed maken. Nou, hoe maak je iets goed aan iemand die er niet meer is? Waanzin, gewoon waanzin. We zijn naar Indonesië gegaan, ik ben er gekomen. Hoe dichter wij met het vliegtuig Indonesië naderden, des te spannender het allemaal werd. En je vrouw wist het ook niet? Mijn vrouw wist niets. Niets. We komen in Indonesië aan en we hebben daar wat land bekeken. Uiteindelijk ben ik op een plaats gekomen, vakantieverblijf ergens. En ik ben daar, we wandelen daar s'avonds. En dan komt een man, zit op een bank en zegt ons gedag. En dan komen we bij hem, we zeggen hem ook gedag, we hebben een praatje met hem maken. Ik ken nog wat, een klein beetje Maleis. En toen vroeg hij... Kende hij nog Nederlands? Hij kende Nederlands, dat bleek later, gelukkig, heel goed Nederlands, beter dan ik Maleis kon. En toen vroeg hij waar ik eigenlijk woonde in Indonesië. Ik zei, nou, ik woon in Indonesië, ik woon in Nederland. En toen heb ik hem dus verteld dat ik een militair in Indonesië ben geweest. Maar toen zei hij, wat kom je dan nu hier doen? Toen zei hij, ik kom Indonesië met andere ogen bekijken. Met andere ogen, ja, wat bedoel je? Ik zei, precies zo wat zeg. Ik ben namelijk een christen.